Ruud, ik heb genoten. Heb jij ook genoten vandaag? Ja, ik heb zeker genoten. Ik vind dat we vandaag goed hebben gespeeld. Misschien wel een van de betere wedstrijden na de winter. Er zat veel tempo in. Goed gevoetbald. Veel kansen gecreëerd. Nou, dat is ook eigenlijk het enige wat ik ze kan verwijten. Dat we al niet eerder afstand nemen. En daardoor was het toch nog weer billen knijpen op het laatst. Ja, want hoe heb jij die laatste 5 minuten meegemaakt? Ja, die waren weer zwaar. Maar daar raak je ook aan gewend hebben. Dat hebben we zowat iedere week. Maar we hebben het overleefd en ik vond het dik verdiend. En dat vonden ze bij Barendrecht vonden ze het ook verdiend. Dus blij met het spel en nog blijer met de punten. Ja, want je zegt elke keer wedstrijd kijken. Hè? Dan worden wel grapjes over gemaakt. Ja, we moeten weer wedstrijd kijken. Maar dit is weer één. Ja, maar zo is het ook. En daar blijf ik bij. Hoe de uitslag ook was geweest vandaag. En hoe de uitslag ook volgende week wordt. Van wedstrijd tot wedstrijd. Want daar heb je invloed op. En die focus zit er wel in bij de boys. Ja, dat zag je vandaag. Want het was eindelijk weer een keer lekker voetballen. En ik denk dat voor de jongens zelf ook gewoon prettig is. Ja, dat kun je zien. Het straalt een en al frisheid uit en gretigheid. Dus dat is alleen maar genieten. We willen graag goed voetballen. Nou, dat hebben we vandaag ook gedaan. En dat is ook iets wat we graag bij ACV willen. Ja, en dan volgende week GVVV, als we het toch over de volgende wedstrijd hebben. Ja, nou, is gewoon een topper. Maar geweldig in dit stadium dat we zulke wedstrijden mogen spelen met elkaar. Dat is toch heerlijk. Ja, daar kun je alleen maar trots op zijn. En we hebben maar één doel. Volgende week als koploper terugkomen. Dus wij willen gewoon voor de winst spelen daar.